Hoi, Robin hier en welkom bij alweer aflevering 3 van Robbe's Mol Talk. De aflevering waar Justin uh, het spel moest verlaten omdat hij dacht dat de mol een vrouw was. In het begin uh, dacht ik ook nog wel dat hij uh, de mol zou kunnen zijn. Maar eigenlijk na aflevering 2 uh, wist ik ook wel dat hij niet de mol zou zijn, zeker bij de Olympische Spelen. Het was een uh, interessante aflevering om te zien, omdat eigenlijk bij elke opdracht de posities wel genoeg Ruimte gaven voor een mol om te kunnen mollen. In ieder geval, voordat we dat gaan bespreken, gaan we eerst naar onze community. Zoals bij de vorige aflevering, heb ik ook deze keer weer een stroppel achtergelaten. De link kan je vinden in de beschrijving. En deze keer is ze zelfs zeven keer gestemd. Dat houdt in dat 29% Jeroen en Rian verdenkt. Daarna Anna, Fons en Rosario met iets meer dan 14%. En de overige kandidaten worden natuurlijk helemaal niet verdacht. In ieder geval, dank voor alle stemmen. En zoals ik net zei, er staat een nieuwe uh, stropel in de beschrijving. Met de vraag: wie jullie liever denken wie de mol is, na aflevering 3. Dan uh, waren er ook nog een aantal reacties onder de video. Te beginnen met die van Petra. Ja, dankjewel. Het uh, einde begint uh, voor mij nu uh, dichtbij te komen. Als het goed is, uh, zijn we met uh, twee weken redelijk van alle stress af. En dan kunnen we ook weer in ons nieuw huis wat gaan opbouwen. Dan hebben we molvisier. Daar wordt aangegeven dat bij het praatje van Rick over de test. Dat Rosario alleen zijn spiegelbeeld ziet. Waarbij je ook bij de andere kandidaten een andere medekandidaat ziet. Waar ze over praten. Ja, dat zou ook een hint kunnen zijn richting Rosario als mol zijnde. En eigenlijk is dat ook nog niet eens zo'n heel gek idee. En omdat het van de regisseur van Wie zijn laatste seizoen is. Ja, zou hij wellicht wat hints en theorieën kunnen gebruiken van de eerdere seizoenen die hij heeft gedaan. En dit zou er natuurlijk eentje van kunnen zijn. Dan de medeverdachten van Erik. Zijn Jeroen en Sor moet stiekem ook zeggen dat uh, ik geen idee had wie Sor was. Want ik heb het heel vaak horen zeggen tijdens de aflevering. Totdat ik ineens besefte dat ze Rosario bedoelde. Ik was volgens mij niet helemaal wakker of ik was met mijn gedachten ergens anders. Maar goed, ik weet nu wel uh, wie het is. Ook vindt Erik uh, Jeroen erg uh, relaxed. En daarmee uh, spreekt hij ook zijn vingerspitsenbergen uh, gevoel aan. <laughs> ik vind hem wel heel goed bedacht, dat sowieso. En ook daarbij uh, is Rosario meer verdacht omdat hij in aflevering 1 zijn haar in vlechtjes had. En natuurlijk is dat wel handig als je dan een pruik moet dragen bij de eerste opdracht. En als laatste Emiel, leuk je weer terug te zien ook. En dankjewel voor je bericht. Verder denk ik dat ook deze aflevering de mol erg relaxed was en aan het zwembad zat. Ik hoop alleen dat de cocktails die hij of zij heeft gehad niet naar het hoofd gaan stijgen. Maar dat gaan natuurlijk de komende afleveringen zien. Um, waarom heb ik altijd van die zulke slechte grappen? En mocht jullie Molotov ook nog andere hints of theorieën hebben. Laat het vooral weten in de reacties. En dan neem ik het mee in de volgende video. Dan is het nu tijd om aflevering 3 te bespreken. De titel van de aflevering was Vragenvuur. Ja, bij eigenlijk alle opdrachten kregen ze heel veel vragen of konden ze heel veel vragen stellen. Bij opdracht 1 kregen ze natuurlijk alle Pupkis vragen. En daar was ook eigenlijk één persoon die heel weinig te zien was, en dat was natuurlijk Rian. En bij opdracht 2 is het ook vreemd dat Rian alle goede antwoorden had, maar pas gaf nadat Rick had gezegd dat de antwoorden die ze gaven gewoon helemaal niet goed waren, wat logisch was. Het is verbazingwekkend wat jullie hebben gedaan, want. Je moest onthouden waar jullie de enveloppen hebben ja. meegenomen. Heb ik hier al staan? Dat... Ja, dat, uh, vooral bij die opdrachten werd uh, Rian erg uh, verdacht gemaakt. En ik moet zeggen dat het ook wel richting haar wel hele goede hints zijn. En dan heb je natuurlijk uh, opdracht 3. Ja, daar uh, stellen Jeroen en uh, Anna heel veel vragen aan de mensen die op straat lopen. Om te kijken of ze de naam en de goede schets kunnen krijgen van de worstelaars die op dat moment in de arena aan het. Uh, worstelen zijn. Ja, en het laatste dingetje waar ik helaas geen screenshot van heb, maar ja, wel veelvuldig wel op het internet te vinden is, is natuurlijk dat na de aflevering de verdachting, de verdenkingen van Kees op 100 staan. Of dat nou komt door een bug of dat alles op dat moment werd berekend, geen flauw idee, maar het was wel zeker een opvallend iets. En ja, misschien ook iets wat we in de gaten moeten houden. Komen de komende afleveringen. In ieder geval tot zover de titel van de aflevering en dan gaan we door naar opdracht 1. Opdracht 1 is genaamd De Violen Stemmen. De opdracht waar ze een heuse pubquiz hadden. Waar ze 2000 euro konden verdienen en uiteindelijk maar 400 euro voor in de pot bij hebben gespeeld. Op zich niet heel erg slecht. Zeker omdat ze zoveel liedjes gehoord hadden en dan toch nog dat binnenhalen. Hier kon natuurlijk ook heel erg goed gemold worden. Door bijvoorbeeld een hele enthousiaste tooske of een Jeroen die ook nog redelijk wat wist. En ik vraag me waarom ik Jeroen erin heb gezet. Want het was juist de case die eigenlijk alle antwoorden fout had. Zoals je links van mij kan zien in een screenshot die tijdens de echte mol-talk te zien was. Dat zou dus eerder een hint zijn richting Kees als mol zijnde. Ze hebben in ieder geval een hele gezellige avond gehad. En wij gaan door naar opdracht 2. Opdracht 2 ook wel stad en land aflopen genoemd. Dit was echt voor mij in ieder geval een hele chaotische opdracht. En ik, ik kon het op een gegeven moment ook slecht meer volgen. Maar goed, ze hebben wonder boven wonder toch nog 600 euro van de 2000 euro in de pot bij kunnen spelen. En dat is toch een best nog wel een netjes bedrag. En ja, degene die hier natuurlijk het meest verdachte... Werd gemaakt, is natuurlijk Kees, want hij gaf zelf aan dat hij heel goed was met atlassen en dat soort dingen. Uiteindelijk wist hij ook eigenlijk alle antwoorden niet. Wat ook wel heel erg vreemd was. Of in ieder geval, hij was er niet zeker van. Ja, er valt er voor de rest weinig meer over deze opdracht te zeggen. Het was wel een. Uh... Daarna kwam er natuurlijk wel de kleine verrassing. Ze moesten een uh, test maken met erin vragen over de toekomst. En ja, ik vind het leuk dat ze dat weer erin hebben gedaan. Want dan, uh, natuurlijk, uh, kan je zelf. Uh, Minder verdacht maken. Je kan natuurlijk meer voor jezelf binnenhalen. Helaas raakte daarom Justin in paniek. Waardoor hij het spel moest verlaten. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst door naar opdracht 3. Opdracht 3, ook wel ermee worstelen genoemd. De opdracht waar ze toch een goede 2025 euro konden verdienen. En uiteindelijk maar met een schamele 75 euro er vandoor gingen. En eigenlijk op het moment dat ik dit script had schrijven was. En ja, het viel mij op ermee worstelen. Het is dus als drie losse woorden geschreven. En er was eigenlijk één iemand die echt aan het worstelen was met de selfies. En dat was natuurlijk uh, Rian. Dat sloeg helemaal nergens op. Uh, Rosario had natuurlijk moeite met de regels volgen. En daarmee was hij dus ook aan het worstelen. Kees was het uiteraard ook. En ja, de mensen die in het hotel waren, die hadden heel veel moeite met de foto's bij elkaar zoeken. En die waren dus heel erg mee aan het worstelen hoe de tekeningen waren gemaakt en hoe de foto's waren gemaakt. Ja, als ik dan uh, mijn geld uh, zou moeten inzetten waar de mol zou moeten zitten, nou ja, geloof me, dan word je niks rijker. Want ik uh, zou zeggen dat uh, de mol eigenlijk bijna overal zou kunnen zitten. En zoals ik uh, net al zei, ja. De mensen in het hotel, dus Fons en Justin, zou ik nou niet direct uh, verdenken. Justin is er natuurlijk uit, dan blijft Fons over. Maar de foto's en dingen waren zo onduidelijk, dus het lijkt mij niet dat hij daar heeft hoeven molen. Mocht hij de mol zijn. Nou, dan heb je natuurlijk uh, Jeroen en Anna, die waren buiten, die moesten tekeningen maken en de naam van de worstelaar krijgen. En. Ja, dat is natuurlijk de plek waar je het beste kan mollen, omdat je allebei natuurlijk los van elkaar loopt. Je kan andere tekeningen maken, anders dan is voorgesteld. Dat is in ieder geval wel een hele interessante om in gedachten te houden dat het dus of Case of Anna zou kunnen zijn. Dan hebben we natuurlijk ook nog de mensen die in de arena zaten. Nou, dat zei ik net al. Rosario die de foto's niet goed maakt. een Rian die de foto's niet goed maakt. Ja, dan blijft er uiteindelijk ook maar vrij weinig over. En ja. Dat is denk ik ook wel een van de beste plekken om te kunnen mollen. Ja, in ieder geval voor nu weer even genoeg hints en theorieën voor deze aflevering. Dan gaan we door naar de test en eliminatie en natuurlijk de afsluiting van de aflevering. De aflevering waar Justin het spel moest verlaten en ook hij weer een topito kreeg. Ja, we zijn er nu inmiddels al drie verder en ik weet nog steeds niet uh, wat ermee gaat gebeuren. Ik hoop echt dat het een van deze afleveringen snel naar voren gaat komen. Hij was ook niet echt iemand waarvan ik uh, gelijk zou verdenken dat hij de mol zou kunnen zijn. En dan verder bij de test en ik heb niet iedereen genoteerd, maar wat me wel opviel. Uh, was dat de namen uh, Frans, Tooske en Jeroen uh, regelmatig naar voren kwamen. Vraag mij niet waarom, maar juist daarom worden ze van mij minder verdacht. Ook al zou de mol alsnog een vrouw kunnen zijn, maar natuurlijk ook gewoon een man kunnen zijn. En uh, wanneer ik tijd heb, zal ik eens kijken of ik een uitreiking kan maken. Wie, wie verdacht van de afgelopen drie afleveringen? Ik ben bang dat het niet gaat lukken. In ieder geval niet binnen een heel korte uh, tijdspanne. Maar uh, we gaan het zien. In ieder geval is mijn uh, lijstje wie ik verdenk nog steeds niet veranderd. Hetzelfde als vorige week staat bij mij alsnog uh, Arna, Kees en ze mijn verdachte lijstje. En uh, laat me weten. Via de link in de beschrijving wie jullie denken dat de mol is na aflevering 3. En anders mag je ook natuurlijk in de reacties laten weten wie je denkt dat de mol is. En dan het laatste puntje. Ik heb de vorige aflevering heb ik uh, Robin's Mol aangemaakt in de Wie is de Mol heb Ook daarvan staat er weer een link in de beschrijving. En wat mij daar vooral opviel is dat heel veel mensen op Anna en Rian zitten. Nou moet ik stiekem zeggen dat Rian bij mij ook wel steeds meer opvallender wordt. Uh, um, zeker nadat ik een van de andere Wies de Mol video's, uh, de andere Hintze Theorieën video's heb gezien, uh, is dat Rian iedere keer op dezelfde kleur stoel zit als de afvallen van die aflevering. Dus ik ga het ook wel even in de gaten houden of dat de komende aflevering ook weer het geval is. En als dat het geval is, dan ga ik het zeker op mijn lijstje erbij zetten. Ik hoop in ieder geval niet dat ze de volgende aflevering uh, weer gaat afvallen, want dan heb ik alles helemaal niets gedaan. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat een like achter. En vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet het niet het belletje aan te zetten. Zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu. later.